Nederlandse F-16's hebben voor het eerst IS-doelen in Irak gebombardeerd. Daarbij zijn voertuigen vernietigd en mogelijk zijn er ook IS-strijders omgekomen. Er zijn in totaal 3 bommen gelost. De Nobelprijs voor natuurkunde gaat naar 2 Japanners en een Amerikaan. Ze krijgen de prijs voor de uitvinding van de blauwe ledlamp, een nieuwe milieuvriendelijke lichtbron. Koerden zijn hoopvol na overleg met Tweede Kamerleden. De Koerden willen dat Nederland ook doelen in Syrië gaat bestoken. In Brussel drong een groep Koerden het Europees Parlement binnen. Een Noorse medewerkster van Artsen zonder Grenzen die met het ebola-virus is geïnfecteerd, is aangekomen in Noorwegen. Ze heeft het virus opgelopen bij haar werk in Sierra Leone. En werkgevers voelen weinig voor het plan om van 5 mei een landelijke vrije dag te maken. Ze zien liever dat het 1 keer in de 5 jaar een vrije dag is. Vakbond FNV is wel voor het plan.